Maar we gaan vandaag beginnen met de gebroeders Kromfoets, Siem en Schriek. En als ze zegt de naam Kromfoets, dan zeggen heel veel kenners dat het alles met keramiek te maken. En als ze dan ook nog het hubs over eens in de twee jaar, dan gaan ze ook nog zeggen, ja, maar dat is de internationale keramiekmarkt Zwalmen. Daar gaan we het over hebben. Siem, internationale keramiekmarkt. Wie internationaal moet er voor dat zien? Ja, vooral eigenlijk qua deelnummers uit wel meerdere Europese lijnen. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, tot aan Polen, Litouwen toe, Tsjechië. Nou, dat is eigenlijk goed alle windstreken. Goed alle windstreken. Schrik. En het is nu de 18e keer? Ja, 18e editie. En, om de twee jaar. Om de twee jaar. En Gerseerd Begos? Begin jaren 90. Dus dat is in de 30 jaar is dit al een traditie. Ja. Dat het niet zo vanzelfsprekend zou zijn tot nu die 18e editie is, dat kunnen we misschien aan de hand van het komende filmpje laten zien. Maar dan krijg je ook een indruk van wat allemaal te zien zit is op zo'n keramiekmarkt. Een van de organisatoren van het eerste oer, Ron Evers. Ron, maar de oerheber, dat is er niet meer. Nee, helaas hebben we voor inderdaad nu kort voor de merit afscheid moeten nemen van de initiator, precies wat Stoe zei, is de grondlegger van deze fantastische markt, Joop Kromfoets. Je ziet zijn stand achter mij. Een triest verhaal, een domper van de andere kant. Nou, Joop, dat wat hier staat, de sfeer op de markt, ja, dat is echt zoals hij het altijd zelf vormgegeven heeft, zoals hij het leven zou willen. En we hebben met de organisatie ook gezegd voor gewoon deze markt gewoon weer doen zoals Joop het gewild zou hebben. Een grote plezier kunnen we neer doen. Wat was Joop, als keramist, ik heb me laten vertellen dat er een van de toch van de mentoren is van heel veel keramisten die hier staan. Joop is absoluut een vakman, enorme kennis. En wat hem bijzonder maakt is dat er gul was met het delen van zijn kennis en zijn vakmanschap. Legendarisch zijn zomercursussen die er jaren in zijn atelier gegeven heeft. En terecht, wat ze zei, Jan, heel veel keramisten die hier nu op een merch staan, hebben de kneepjes van het vak ook van Joop geleerd. Zijn schatplichtig aan Joop. Want nogmaals, de man had een ongelooflijke vakkennis. En wat ik al zei, hij was gul in het delen van zijn kennis. En daar hebben we allemaal van geprofiteerd. En wat ik van de organisatie hoor, rust en humor. Rust en humor. Het was een heel bescheiden, het was een hele leven man. En in de organisatie, ja, de verbinder. De man die in staat was inderdaad ons bij elkaar te houden. De mensen in zijn krachten zitten. En de man die, ons vergaderingen duurde soms ook wat lang. Niet om daarvoor zoveel te bespreken hadden. Maar ja, de schoen verhalen, de anekdotes, de schele kal, om het maar in het plat te zeggen. Ja, daar was Joop altijd voor te vinden en daar genoot er met volle teugen van. Hij is niet meer, maar de potters draaien door, kunnen we het zo zeggen? Hij is niet meer, de potters draaien door, dat is terecht wat ze zei. Ja, gewoon door in de geest van Joop, zoals hij het gewild heeft. Ja, ja, die laatste woord van Ron, gewoon door in de geest wie Joop het gewild heeft. Schrik dat wel niet vanzelfsprekend, hè, tot de markt zo doorgaan, want eigenlijk al in het laatste jaar, niet alleen door de gezondheid van pap, maar ook de rest van de organisatie, hadden ze gehad van, het is goed geweest. Ja, dat klopt. Er was een aantal bestuursleden gaat meer op leeftijd. En die zei op een gegeven moment, we hebben het zo lang gedaan. Het is onruimd goed geweest. En om eens weer te kijken of er niet een andere club was. Een jongere club die dat misschien wil overnemen. En er waren oren al vernoemd. Tegelen.
Het is een beetje langs de oostkant van de Maas. Heel veel keramiekhistorie. Ja, en de link ook dingen een beetje met het keramiekmuseum, Siem, zal dat zijn geweest. En toch, enig moment kwam er het bericht. Ik ga het net over de initiator destijds. Maar ik denk dat Geer, twee man hier, representanten zijn van het initiatief om het toch te laten blijven in Zwamen. Ja, eigenlijk op een gegeven moment, een jaar geleden, gaat ze denken van, oh, met Pinkster is normaal die keramiek meer altijd. Volgend jaar, ja. Zo zo'n zin als het nimmer is. Ja. En zo kwam de gedachte van, moeten we net zorgen dat toch weer doorgaat. Dus toen hebben we familieberaad gehad? Ja, daar heb je ingestoken en gekeken van, ja, wat kunnen we dan gaan doen? En toen hebben ze gehad van, misschien moeten we dit maar als first gaan zetten. Ja. Ja, Schriek, en dan werd ze dan al van tevoren hoe ze aan begint. Je zit natuurlijk opgegroeid met de keramiek en maar zeker ook met de keramiekmaart. Hè? Ja. Vroeger was dat, denk ik, misschien in het begin een uitje van op de tractor of weet ik wat in de tent, fly en cola. Ja. Fijn herinneringen. Maar nu in één keer steeds aan de knoppen. Nu komt er geen meer bekijken. Wat komt er zoal bekijken? Wat zegt ze van, door verkieken ze de luzingen van, oh, daar stonden zoveel kruim en dat is het dan, maar... Ja, dat is een heel voorbereiding aan vooraf. Dat heeft natuurlijk te maken tegenwoordig bij ieder evenement met een hele hoop verantwoordelijkheden, veiligheid, met de gemeente, met andere partijen. Dat stukje, maar ook de keramisten die herkrijgen, bezoekers bereiken. Nu publiek wil ze natuurlijk ook aanspreken. Ze kunnen wel heel graag bekijken. Heel leuk om te doen. Ja. Maar het is niet zomaar gaat. Ja. Siem, over die kermisten. Heb ze een idee? Of kunt ze ons laten weten wie in welke vorm en wie belangrijk is de keramiekmaart Zwamen? Als het vergelijkt met alle respect van andere maarten. Nou, ik denk dat voor als organisatie, en dat hebben we echt wel overgenomen van de AIE-organisatie, van het is wel de bedoeling dat de kwaliteit hoog is. Dus met alle respect natuurlijk voor iedereen die ook bezig is met keramiek, wil ze toch een bepaald niveau neerzetten. Ja. Waarvan ze dus met kermissen kunnen zich aanmelden en dan komen er zo'n 300 aanmeldingen binnen ongeveer. Ja. En dan ga je ze toch selecteren, worden er ongeveer een kleine 100 van overblijven. En dat is niet heel makkelijk natuurlijk. Nee, want je moest kijken naar de kwaliteit, maar ook naar variatie. Die was ook verschillende stijlen laten zien natuurlijk. En ook het internationale aspect waarborgen. Maar die keramisten die zijn dus nog vol enthousiasme om naar Zwamen te komen, Schriek. Zeker. Nu heb je hier natuurlijk, denk ik, want ik kom natuurlijk ook wel eens af en toe bij een keramiekmaart. Je hebt natuurlijk ook een bijzondere locatie, hè? Dat klopt. We zitten bij Zwembad de Bosberg. Dat is een kampeerterrein bij. Een prachtig terrein, midden in de bossen, in de rand van Zwamen. Zo nog kennen we dan niet. Ja. En het voordeel, denk ik, is voor die keramisten, want er zijn dus internationaal. Ze komen zichzelf van alle windstreken. En dat zijn niet allemaal jullie die nou het een of ander hotel in Remung gewoon en de nachten gaan doorbrengen. Nee, klopt. Dat is een stukje kampeertrein bij, hoe mensen kunnen blijven overnachten. En dat zorgt ervoor dat er service, Noordermeert, nog een hoop mensen, keramisten, blijven hangen en dan een hele mooie sfeer ontstaat. Ja. Heb je daar speciaal gehad voor geregeld, Siem, voor keramisten? Is dat een bijeenkomst, service? Ja, op zonnigavond hebben we wel altijd de bekende pottenbakkers maaltijd werd wel genoemd. Gezellig eten en dus muziek en... die kermissen die kennen zich natuurlijk ook allemaal onderheen en die zien zich zo een paar keer per jaar komen die zich tegen. Ja. En dan kunnen die wel een bijkallen. Dat is altijd wel een gezellige bedoeling. Ja. Als ze nu, best zit daar nu een jaar intensief mee bezig, denk ze dan, komt dan dikker een soort van, wat zou pap hiervan vingen? Of pap zou dat zo doen? Komt Joop nog dik langs? Ja, dat heb ze ook wel met vergaderingen inderdaad, dat ze voor bepaalde dingen hups van, hoe gaan we dat aanpakken, dan dat ze dingen van, was het wel aan en toe in de gedachte van pap dan voortzetten, ja. Ja, ja. Dat is ook een beetje de drijfveer geweest, denk ik, Schriek, om het toch in de geest van... Ja, dat zeker, ja. Maar wel met een nieuw tintje. Jawel, zeker, ja. Even de gewone het huis, tuin en keuken info. Wanneer is er? Eerste en tweede Pinksterdag. Van 10 tot 6. Bij de Zwembad de Bosberg in Zwamen, Bosstraat nummer 116 is dat.
Er is genoeg parkeerplaats. Parkeerplaats met de fiets, de voet. Ik ken allemaal. Entree. Entree is 5 euro. Kinderen tot 12 jaar is natuurlijk gratis. Dus gaat te eten, gaat te drinken. Lokale cateraar, Italiaans restaurant verzorgd door heerlijke catering. En natuurlijk ook de echte zwamer fly en alles te verkrijgen. Nou. Dus, ja. Siem, denk ze hierboven, zou daar trots op je zijn? Dat wordt me vernoemd, hè. Het hopen voor. Ja. Goed, hey, ja, heel veel succes. En het weer hopen we dat een beetje matchpeelt. En dan zullen we ongetwijfeld ook toch wel weer eens rondlopen met een camera. En dan kunnen de lu hier weer zien wat voor moois er allemaal te zien is geweest. Heren, hartstikke leuk dat je er wordt. En heel veel succes aanstaande weekend.